iedereen welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Zoals je kunt zien is er eigenlijk al heel veel veranderd. Moet ik het eens gaan maken, heb ik jullie gisteren laten zien. Wat er allemaal aan het gebeuren is, kan ik jullie nog niet laten zien. Of vertellen, dat is nog een beetje een geheim. Ja, is er nog wel wat spulletjes op de tafel, maar die moet ik nog ook allemaal wegdoen. Ik heb er nog geen tijd voor gehad, ik ga niet mee tot in de nacht gaan werken. Maar het weer klinkt er een beetje, dus ja, je hoort me misschien wel iets beter of ander, ja, een beetje dubbel. Het heeft ondertussen ook al geregend, de konijn zit er nog de dag. Dus we zijn ook een beetje aan het genieten. Maar het gaat op zich eigenlijk wel goed met mij. Ik heb alleen een beetje spierpijn van gisteren. Er is echt superveel gebeurd. Maar waarom dat ik het eigenlijk geheim hou, is eigenlijk omdat als alles, wat dat we ook aan het doen zijn, wat project in orde is, is het veel beter om het jullie eigenlijk een beetje te laten zien, omdat ik niet daar specifiek het aandacht op wil vestigen met de vlogs. En ook dat, ja, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar de winkel. We gaan dingetjes kopen, we gaan drinken kopen. We gaan zoveel mogen kopen, zodat ik een paar dagen niet naar de winkel moet gaan. We moeten ook nog stro hebben voor die beestjes. Die is ook op. Dus dat is ook nog wat we moeten gaan halen. Muffy gaat ermee recht staan. Dus dat is ook nog nodig. Ik denk dat ik ze straks ga buiten steken, want het is wel goed weer. Dat zal wel goed zijn. Ja, ik ben echt trots op alle fans. Trouwens, nog voor één ding. Mensen die naar de video kijken van fans en die me tegenkomen. Jullie mogen altijd die foto met de inzetten, zodat ik jullie foto kan zien. Dat is altijd wel heel leuk. Dan kan ik ook die foto's bewaren. Ik knies en de zon is weg. Beetje. Dus dat je dat weet. Dat zal wel heel leuk zijn om die foto's dan ook te kunnen zien natuurlijk. Het is geen verplichting, maar het is gewoon een tip dat ik jullie geef. En ik zou dat wel heel leuk vinden om dat te kunnen. Nu gaan we de konijnen een bakje uitkuisen. Dat is ook nog te doen. Ik hoop dat het overblijft, want het was toch even aan het regenen. Wat heb ik nu gekocht in de winkel? Is eigenlijk het stro. Het hooi, eigenlijk. En de koekjes voor hun, want die vinden ze eigenlijk al super lekker. Ik denk erop staan die schoenen daar, zonder dat op te laden. Dus dat heb ik zo wat gekocht eigenlijk. Dus daarom. En ja, nog water en zo'n ding heb ik ook gekocht. Zo. Ik kan nu nog geen room toe doen eigenlijk, maar binnenkort kan ik dat wel doen. Nu niet. Ik kan je wel wat laten zien. Even de camera erop zetten. Kijk, dit is wat jullie zien. Dus we gaan eens beginnen. Hier zitten allemaal appelstukjes tussen, blijkbaar. Het staat erop appel. Blijkbaar smaak appel.